Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Tultrex, de enige echte. Nou, ik ben afgelopen weekend weg geweest, maar ik heb nog geen tijd gehad om het te editen. Dus die vlogs die komen er echt wel aan. Ik heb er 3 opgenomen, waarvan 2 echt de moeite waard zijn om te kijken. Ik heb alleen nog geen tijd gehad. Ik heb het druk en als ik tijd heb, dan ben ik eigenlijk zo moe dat ik eigenlijk weer in slaap val en geen tijd heb om het te editen. We zijn inmiddels alweer een dag verder. Dus er komen nog vlogs komen eraan. Er komt nog een kermisvlog aan. Dat kan ik je wel alvast vertellen. Maar waar die kermis is, dat gaan jullie allemaal nog zien. In ieder geval genoeg nog op de plank voor... weer een paar vlogjes erbij. Als het goed is ga ik volgende week ook nog weg. Dan ga ik ook nog even ergens wat opnemen. Dat gaan jullie allemaal nog zien. Maar er komen dus in ieder geval nog een heleboel vlogs aan. Ik moet ook weer uitrusten. Want mijn batterijtje is alweer bijna leeg. En ik heb gewoon momenteel weer eventjes tijd nodig om weer tot rust te komen. Want ik heb het ontzettend druk, heb ik het. Dus s'avonds is het eigenlijk meer slapen dan dat ik dat ik nog wakker ben. Er is ook weer het een en ander het afgelopen weekend gebeurd. Ik heb afscheid moeten nemen van bepaalde mensen, gelukkig. Waarom? Gelukkig omdat ik blij ben dat ik daarvan verlost ben. Het waren allemaal negatieve mensen met negatieve invloeden. En daar heb ik afscheid van genomen. Daar ben ik eigenlijk helemaal klaar mee. Zoals ik al een heleboel groepen al afscheid van genomen heb dit jaar en vorig jaar. Ik laat mijn eigen alleen nog maar positief verrassen in plaats van alleen maar het negatieve aan te horen van mensen. Het gezeur van mensen, gezeik van mensen. Het lastigvallen van mensen. Mensen die me lastigvallen met allemaal gezeik en gezeur waar ik allemaal niet op, op zit te wachten. Dus dat heb ik ook nog eens een keertje. Dat is afgelopen weekend gebeurd. Zaterdag ben ik weg geweest. Zondag heb ik ook nog een vlogje opgenomen. Dat is ook een hele leuke vlog. Die moeten jullie zeker weten. Binnenkort kunnen jullie die zien. De vlog die ik zaterdag heb opgenomen, die kermisvlog, die komt niet meer in première. Waarom komt die niet in première? Omdat er te weinig kijkers zijn bij premières. Bij premières komen er tegenwoordig bijna geen mensen meer. Zit ik nog maar met z'n tweeën. En op een gegeven moment is de tijd van zo'n première is eigenlijk te lang. Om, hoe zeg je dat? Het is te lang om hem in première te gooien. Het is beter dan om hem gewoon in één keer online te zetten. Het is een stuk makkelijker. Het scheelt me een hele hoop tijd. Scheelt me dat. En die tijd die ik erin moet steken als het een première is, is gewoon eigenlijk te weinig voor een première eigenlijk. Omdat er te weinig mensen naar kijken. Dat is eigenlijk gewoon zonde van de tijd eigenlijk. Ik kan hem beter gelijk in één keer online zetten. Dus dat in ieder geval. Er komen dus nog een hele hoop vlogs komen eraan. De loop van deze week wil ik deze allemaal online gaan zetten. Dus het is nu inmiddels al woensdag. Dus ik moet echt opschieten. In ieder geval komt er van het weekend komt er ook weer even eentje tussendoor. Oh, ik krijg een berichtje. Tussendoor komt er ook nog eentje. Ik moet ze gewoon even allemaal online zetten. Maar ik heb momenteel even weinig tijd. Ik ben aan het werken natuurlijk de hele week. Elke dag. En als ik thuis kom, dan heb ik eigenlijk geen zin meer om andere dingen te doen. Dan heb ik even zin om zelf... lekker een beetje uit te rusten, lekker te slapen, een beetje televisie kijken. Dat vind ik eigenlijk veel lekkerder dan een YouTube-filmpje in elkaar flansen. In ieder geval, ze komen er nog zeker weten, komen ze er nog aan. En aankomende, of volgende week komt er ook nog een video.
En die ga ik gewoon in één keer ga ik die online zetten. Dus ja, als die dan komt, dan komt die. En dan kunnen jullie hem gelijk zien. In ieder geval bedankt jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende keer. Bye bye van deze kant. En tot de volgende. Hoi. Of ik Gucci of Lacoste pak. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boefgap, die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoonreclames. Je maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij zeeziek. Holla me, heb ik het overvaren. En zo dreddies die blokken laten overvaren. Drie shows op een avond, meisje, je van zoetjes haasten. Heb het over dat...